Ferrari of Step? Step! Ik schrok net van de prijs toen ik het zag. Step voor 1000 euro. Dit zijn geen botsauto's. Als politie dit zit, hebben we problemen. Gooi me in, man. Kijk. Hoi! Hallo allemaal, super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Familie Dakap vanuit Dubai. En vandaag wordt het tijd voor een soort challenge. Wij gaan namelijk op stap vandaag met de jongens en we gaan er vandaag achter komen wie van ons jongens nou het meest uitgeeft hier in Dubai. Nou, zijn we al onderweg naar het allereerste wat ze super graag wouden doen. Maar dat is namelijk het volgende. We hebben hier op de boulevard namelijk heel veel van die stepjes gezien die je kunt afhuren. En wij hebben nog nooit een elektrische step ergens gehuurd. Dat zie je heel veel in het buitenland. Maar vandaag gaan we dat doen. En we gaan eens eventjes lekker op pad en onderweg eens kijken. Rekenen we dat ook gelijk bij hun? Als het dat gaan we sowieso in rekening brengen. We nemen alles in rekening. Juist, maar ze weten dus van niets. Hey jongens! Hebben jullie al de stepjes gevonden? Ja! Oké, want we moeten ze dus nog wel even zoeken, want ze staan daarachter. Oké, we gaan dus naar de step. Oké, we hebben een aantal elektrische steppen gevonden. Alarm gaat op. Je moet eerst betalen. Dus even je telefoon koppelen aan deze elektrische step. Trouwens, je betaalt per minuut, hè? Oké, hoe het dus werkt. Je hebt dus de app gedownload van die elektrische step. Daar staat zo'n code op die je kunt scannen, waaraan die gaat koppelen. En dan is deze step van jou! En wie hoort er bij mij? Ja. Oké, want we laten de jongens nog niet alleen gaan, want ik denk niet dat dat helemaal de bedoeling is en goed gaat. Maar laten we eens eerst even kijken of dit jou gaat lukken. Even kijken hoe die werkt. Oké, let's go! Ik ben ook benieuwd eigenlijk hoe hard die gaat. Ja. Hij doet het niet. Hoe doet hij niet? Kijk, Mias achteraan rennen. Hij gaat, hij gaat super hard! Mias rent erachteraan. Waarom rent Mias erachteraan? Mias, wat doe jij? Ze rennen allemaal achteraan. Oké, hij doet het dus. Oké, Mias is erop gestapt. En daar komen ze! Yeah. Woe, hij gaat super hard! Dit ding is levensgevaarlijk. Oké, de eerste step is een feit. Maar ik vind het wel zeggen, Mias, wacht even. Je kijkt best wel. Hoe vond je het? Is leuk of eng? Volgens mij weet je niet zo goed wat hij ervan moet. Oh, kijk. Leuk. Of gaan we lopen? Ja. Oké, dat is een go. Oké, pak jouw step ook. Oké, Essa die heeft haar step ook geïnstalleerd. Oké, probeer jij eens. Oké, iedereen aan de kant. Aan de kant, jongens. Maak ruimte. Is goed. Een beetje aan. Ja, een beetje aanduwen en dan gaan. En dan gaan. Oké, wie wou er bij mama zitten? Ilai. Ilai, jij bij mij. Oppas, aan de kant. Kijk. Hoppa, ja, dit is toch echt een hoop voet- en loopwerk. Ik vind het eigenlijk wel een goede keuze. Oké, Mimi en Ilai willen toch allebei bij mama. Ga maar. Hij weet gewoon even niet wat hij wil. Oh, Mias, durf je niet. Hij durft niet. Hij durft niet bij jou, denk ik. Wil je bij papa? Hij gaat zelf bij mij staan. Wil je bij mij? Wil je bij papa, liefie? Kom bij papa. Hij gaat lopen, oké, ga maar lopen, is goedkoper. Ik snap het al, hij wil chicken. Oh, Bibi, ik snap jou. Oké, we gaan het eventjes anders doen. We zagen net een kind van Debran's leeftijd ook op zo'n step rijden. Dus we gaan ervan uit dat dat dan ook gewoon mag. Okay. Dus Debran, we gaan even kijken of jij klaar bent voor een elektrische step. Ga maar even proberen, kom. Oh, wacht. Wie was er goed zichzelf? Je kan ook achterop, ja inderdaad. Ja, dat kan. Kijk, daar gaat dat andere kiekje. Oké, Debbie, kom. Want ik denk dat dan iets beter gaat steppen. Met Mias ook. Je moet wel eerst even aansteppen en dan en gassen. Even staan, hè. Ga, steppen. Goed zo. Hij gaat. Oké, hij is gekeerd. Daar komt hij. Woe! Ja, dat is mijn boy. Dat is mijn boy. Oké, jij hebt een step, wij hebben een step, Debbie heeft een step. Zijn jullie klaar voor? We kunnen het, kom. Hé, maar dit ziet er echt super leuk uit, hè? Oké, Mimi, Ferrari of step? Step! Oké, we zijn een hele stuk doorgereden met ons step. Nu is de grote test, want we komen nu aan in een behoorlijke drukte. Gaat het? We mogen iets. Wat zeg jij? Niet gaan vallen alsjeblieft dan, hè? Of niet in wat kracht. Oké, als je valt, val niet te hard. Oké, we gaan dan. Let's go. Mimi, vertrouw je papa? Vertrouw je papa? Oké. Oh. Oprecht, dit vind ik wel echt leuk. Kijk al die mensen zo bang. Ik ga stuk. Hè, wat zeg je? Ja, moeten we even mama inhalen? Is goed. Oh.
Oh, kijk hierboven trouwens de ziplijners. Dat hebben we ook nog nooit gedaan. Want hierboven zie je de touwen. Daar op het einde kun je helemaal van het andere gebouw. Helemaal hier in ziplijnen. Oké, we gaan de rit beëindigen. Beëindigen rit. Kijken, wat is de kost geworden van deze... Oké, de kost is ongeveer omgerekend 5 euro per step geworden. Oké. Stepjes zijn verkeerd, haaf ligt er achter ons. Wij zijn aangekomen in een mal. Het is wel lekker cool hier, hè? Heerlijk. Oh, ja. Oké, we lopen nog geen minuut in de mal. En dan wordt er al gevraagd, Mias. Ze verkopen Mias in deze winkel. Waar? Oh, we hebben jou gevonden, Mias. Superlekt. Maar ze willen heel graag de winkel in. Hoe kan het ook anders dan dat ze worden getrokken naar binnen? Wacht even. Wat is dat? Disco! Gaan we naar een club toe? Gaan we naar disco toe? Mias is echt klaar voor een chickie. Deze man echt. Oké, de kinderen zijn al helemaal doorgelopen. Hebben zelfs een medewerker aangesproken. Wat is het, Mias? Om te vragen naar het volgende. Namelijk, waar zijn mijn kinderen? Joehoe! Deborah en Eli, waar heb je op gevraagd? Five Nights at Freddy's. Ja. Boeken? Ja. Je had toch gehoopt op speelgoed? Ja, maar boeken zijn echt leuk. Wat is het? Oké, laten we er even eentje bij pakken. Kijk, ja. Ze wou er al een trap bij pakken. Een boek. In het Engels. Ah, het is in het Engels. Ja, maar dat is altijd... Zoals jullie weten is hij dol op Five Nights at Freddy's. Maar ook hier in Doelpa is het best wel lastig om te krijgen. Het raakt je ook heel snel uitverkocht. Maar toch niet zo leuk, denk ik, als dat je dacht, hè? Je dacht iets anders. Misschien hebben ze ergens anders wel iets van Friday Nights, hè? Oké, Eli is echt van de afdeling bij de knutselspulletjes, die bureauspulletjes. Dat is echt jouw afdeling, of niet, Eli? Maar eens even kijken, zijn hier ook bruikbare dingen? Heb je hier iets van nodig? Oh, is natuurlijk altijd wel even leuk om te kijken. Kijk, dit bijvoorbeeld. Dit is toch wel echt schattig. Een puntschrijver. Even. Mias is altijd helemaal into de autootjes. En deze twee, die blauwe zijn wel echt heel mooi, vet, hè? Kijk eens naar mij. Hoe graag wil je die hebben? Ik wil deze in ons huis. Wil je die? Ja, die kan wel mee. Kom, zeg eens alsjeblieft. Mag ik alsjeblieft? Heel lief kijken. Oké. Deran heeft ook wat gevonden. Wat is dit? Schaken. Oké, sinds pas speelt Deran dus dammen en schaken. Het is echt een favoriet. Dit hebben we eigenlijk nog niet, zo'n spelbord inderdaad. Hè? Heb je dat nodig? Ja. Dus kijk, heel lief. Kijk. Nee, niet goed genoeg. Nog een keer. Harder. Ach, ja, ja, dat is wel... Ja. Nee, dat is leuk. Oké, Eli heeft dus een pen gevonden. En deze pen wil hij heel graag hebben. Dit is een pen waarmee je dus kan schrijven. Schrijf maar even iets op. Een streep. En die kan je dan vervolgens met de achterkant gewoon weer uitgummen. Maar hebben we dus ook een in andere kleuren. Een uitgumbare pen. Nooit van gehoord. Ik ook niet, maar hij blijkbaar wel. Oké, Eli, hoe graag wil je hem hebben? Heel graag. Zeg eens heel lief, alsjeblieft. Kijk, heel lief. Die is super schattig. Die is echt super schattig. Oké, we staan bij de kassa. Ze hebben nog wat dingen gezien. Voetbalplaatjes. Er zijn twee verschillende welke. Oké. Kies nog even wat je wil nu. We hebben nog niet afgerekend hier. Dus jullie kunnen nog eventjes iets bijleggen. Lekker geshopt. Deran heeft dus een dam schaakbord en een pakje met voetbalkaarten. Ja? We waren kwijt voor jou 21,75. Oeh. Eli heeft gehaald een pakje voetbalkaarten, twee pennen en een armband. Laat eens zien wat je met die armband kan. Die geef je zo'n... Hoppa, kijk eens even aan. En voor Eli waren wij kwijt 16,50. Mias. Die zijn heel erg leuk, maar je hebt wel duurste gekocht. Ik schrok net van de prijs toen ik het zag. 22,75. Voor dit. Maar ze zijn wel echt super vet. Deze gaat ook winnen. Die gaat ook winnen. Ze kunnen allebei winnen. Dat is wel echt... Allebei kunnen ze winnen. Dat is wel heel erg vet. Hij kijkt wel schattig voor. En hij is maar wel echt een beetje te duur. Maar... Heel erg. Ja. Oké, ze lopen door naar een volgende winkel. Wacht even. We gaan toch niet voor een... Oké, wacht even. Oké, dit is denk ik best wel een dure winkel. Een elektrische step voor 1000 euro. Oh mijn god. Ze hebben heel erg leuk. Maar we zien hier ook een hoop telefoontjes. Oh, maar wacht, zij gaan naar de speelgoed. Oké, Deran is weer weg. Ik wist het. Drie keer raden waar hij heen gaat. Hij gaat naar een medewerker. Sowieso om te vragen voor... Friday's at Freddy's. Nou, terwijl de kids aan het rondlopen zijn, valt mijn verbazing op dit ding. Kijk hoe grappig. Ja, hier gooi je zaadjes in. En dan kan je een muntplantje zo eruit laten groeien met speciale lampjes. Dit is echt wel wat eigenlijk voor Ila. Dit is wel wat voor Ila, ja. Ik vind het ook wel heel erg leuk. Oké, terwijl zij hier zo verder aan het zoeken zijn, zocht ik mijn andere zoon. Debra, wat ben je aan het doen? Hij
gevraagd op wat je dat kan spelen. Oké, okay, ik snap het al. Hij wil Five Nights at Freddy op zijn Nintendo Switch hebben. Do you have that one? Nee, Debbie, ze hebben niet. Sorry, ze hebben niet. Wat is ze? Dit is echt het cadeau voor jou. Kijk voor mij. Dit. Een boxpal, kijk hoe leuk. Ja, maar ik sla hem zo kapot. Dit is binnen een dagje kapot geslagen door mij. Ja, je weet dat ik veel sterk ben hiervoor, toch? Esther, jouw zoon wou een Nintendo Switch spelletje kopen, maar die hebben ze jammer genoeg niet. Oh, ik vind het zo jammer, nou. Zo zielig. Deborah, ik vind het heel zielig voor jou, echt. Oké, okay, ik loop hier met Mia. Wat zeg je, Mimi? Wat wil je hebben? Eten. Wil je ergens wat gaan eten? Heb je trek gekregen? Ja, is goed. Kom, ga eten zoeken. Oké, okay, we zijn achter Mia's neusje aangelopen. En waar zijn we aangekomen? Mimi? Wat gaan we eten hier? Pizza. Pizza? Oké, okay, we hebben het eerste deel van de bestelling binnengekregen. Eli is gegaan voor een heerlijke smoothie. Maar Deborah heeft zojuist zijn voetbalplaatje ontdekt. Ja? En super grappig, want er zijn super veel Nederlandse spelers. Koop je het in Dubai, krijg je Nederlandse spelers. En er zat ook een special, dus die gaan we jullie even laten zien vertellen. Wat hebben ze al gekregen? Dit zijn buitenlanders. Buitenlandse spelers, oké, okay, dus van alles wat. Maar let op, hè. Maar hier? Een Feyenoord. Feyenoorder. En deze ken ik zelfs, die speelt bij Nederlands elftal. Bergwijn, heb ik wel eens gezien. Specials. Nu de specials. En deze ook nog. Nog een Nederlands, een Feyenoorder als special. Maar dan nu een hele zeldzaam. Oké, alvast, hier gaan we voor zitten. Deze is, die vind ik zelfs leuk. Ja. Neymar. Wow. Dit is een Black Edition, hè? Ja. En deze kaart is $10. Oké, okay, maar we hebben dus de eerste keer dat je zoiets open ook, hè? Geld leven niet ook. Ja. Oké, Deborah is gegaan voor een heerlijke burgermenu. Kijk eens even hoe goed hij eruit ziet. En Mias gaat voor een heerlijk grote pizza. Mias vindt dit niet lekker hoor. Niet lekker hè? Echt wel. Eet smakelijk. Oké, okay, we zijn zojuist de taxi uitgestapt en zijn even aangekomen bij een andere locatie. Jongens, we worden helemaal gek van het volgende. Kunnen wij een Barbie hebben? Een echte Barbie-stad, jongens. Nu snap ik het. Ken je het al raden? Wacht, SM. Ken je het al raden? We kennen het al raden, ja. Want wat is dit? Dat is hier weer ook... We stappen... Oh, wat is het? Gelijk uit bij een speelgoedwinkel. Dus we gaan eens even kijken wat ze hier allemaal hebben. Oh, laten we hopen dat Mias... Dit? Mias deze niet heel erg leuk. Nee, loop door. Wacht. Jongens, dit kan toch niet? Wat kan niet? Wat kan niet? Oh, jullie hebben de vorige keer gezien. Een mega Messi en een Mbappé. Ze hebben hier gewoon prime in deze winkel. Wacht even, deze hebben wij ook bij ons in de candy shop, Lekop. Inderdaad. Dus even kijken. Die augurk hebben we ook bij ons in de candy shop, Lekop. Nee hoor. Pokies verkopen wij ook bij candy shop, Lekop. Ze hebben allemaal dingen. Dit verkopen ook bij ons op candy shop, Lekop. Candy shop, Lekop. Prime in deze winkel. Oké, maar hier hebben we ook wel weer hele andere bananenpopcorn. Aparte dingetjes. We lopen de winkel in ieder geval uit zonder iets te hebben uitgegeven. Dat is ook wel fijn. Oké, we zijn de hoek omgelopen en kijk waar we tegenaan zijn gelopen. Tegen deze sportscar. Kijk dit eventjes, lichtjes, alles. Even, jongens, voor duidelijkheid. Dit zijn geen botsauto's, Deborah. Heb je mij begrepen? Oké, het is tijd om te gaan betalen. Je betaalt voor een kwartiertje in de Lamborghini. Omgerekend €17,50. Dit is best een duur ritje. Het is al duurder dan de taxiritjes of bijna de stepjes die we hebben gehad. Maar goed, ze zien er wel vet uit. En voor deze ene keer ook wel. Kijk dit eventjes. Wow, Mias. Je hebt wel ruimte daar voor iemand. Wie gaat er naast jou zitten? Mag ik naast jou zitten, Mias? Nee? Wow, oké. Oké, daar gaan ze. En besef eventjes, ze moeten dus gewoon door het voetgang. Hé, geen botsauto, Mias. Geen botsauto. Maar besef eventjes, door al deze menigte moeten zij proberen niemand omver te rijden. Ze rijdt gewoon in zijn eentje een Lamborghini, hè? Dat is stuk. Nee, gassen. Gas geven, hè? Voor je kijken. Oh, dat is echt hilarisch. Kom, Mimi. Let's go, Mimi. Je hebt een Lamborghini. Deze was haar. Kom. Dit duurt kapot. Oh, Ila rijdt gewoon netjes naar achter. Oké. Okay. Netjes, en waar is Debran? Debran daar. Daar heb ik wel vertrouwen in. Dat gaat wel goed. Mia's ruimen zijn lang. Pas op, politie, houdt je zo dit tegen. Zeg maar, stop, politie. Oh nee, je moet je rijbewijs laten zien aan de politie, hè? Oké, Mimi, vol gas vooruit. Kijk, hij gaat ook staan. Ik ga stuk. Kijk, we staan. Mimi, ik heb nog nooit iemand staan zien rijden hier zo, hè? Ik ga stuk, deze jongen. Kijk eens wie naast Mia's mag gaan zitten. Hij zegt, je moet me helpen.
Ik zet mijn boek door, je moet zitten. Snap je het? Oké, maar waarom zit jij zelf dan niet, Mimi? Mias? Echt waar. Oh. Oké, dus doe nu iets wat helemaal niet mag. Je mag niet langs deze rijden. Waar gaan jullie heen? Jullie moeten terug, jongens. Dat kan niet. Oké, wacht. Debran is een GA-zichter. Debran, je moet terugdraaien. Debran, je moet terugdraaien. Als politie dit zit, hebben we problemen. Terugdraaien. Nu. Maar je gaat wel... Oh, weet je... Heb jij remmen hierop? Nee. Heb je geen remmen? Je moet naar beneden toe, Debran. Oké, is goed. Laat me zien hoe je dat gaat doen. Kom maar. Oh. Nee. Debbie. Dit is levensgevaarlijk. Eli, maak een bocht. Jij bent gek, ik kom. Rustig, jongen. Oké, nou, we gaan gelukkig weer terug. Oké, het is even snacktime. De jongens zullen wat lekkers gaan halen. Wat heb jij gezien, Eli? Wat wil je gaan halen? Oké, hij heeft zo'n snackje gezien waarbij rook uit je mond en neus komt. We hebben het nog nooit gedaan. Gaan we die uitproberen? Gaan we die uitproberen? Wil je die? Oké, we gaan even kijken wat ze maken. What is this actually? This is like a corn cereals. Cereals? Corn cereals, ja. Yeah. Oké. En wat ze dan erbij doen is... This is? This is liquid nitrogen. Oké. Kijk, dan gaan ze dit zo erbij gooien. Ik weet eigenlijk niet precies wat het is. Oh, Eli, durf jij dit nog te eten? Weet je het zeker? Kijk. Oké, hij giet het zo over. Oh, Eli, al deze rook komt zo meteen in jou zo meteen, hè? Oh, oké. Eli. Hey, gooi me in je mond. Kijk hier. Doe me in je mond, helemaal in je mond en dan moet je blazen. Hey. Nog eentje? Nee. Oké, doe jij eens één keer? Niet, het is ijskoud. Ik denk dat je me helemaal in je mond Oké, doe jij één keer in je mond, Esra? En dan... Doe helemaal je neus. Doe jij in één keer helemaal in je mond en dan uit je neus blazen. Maar het voelt ook ijskoud. Het is niet normaal. Het is gewoon inderdaad een soort luchtstek. Ik weet het niet. Het is heel gek. Oké, Sarah is terug. En het eindbedrag was? Het is €7,50 in totaal. Oh, wacht. Pia's heeft er ook een. Kijk, hij houdt het in zijn mond. Oké, nou leuk om een keer uit te proberen. Oké, jongens en meiden. We waren op een missie. We zijn op zoek naar een ijsje. Een ijsje die Mia's heel graag wil. We zijn echt volgens mij 30 tentjes voorbij gelopen. En nu komen we ergens aan. Is dit het eindelijk? Is het eindelijk jouw ijsje? Mango aardbei. Omgerekend €6,25 voor een water. Maar heb je wel real food. Echt? Oké, kijk eens. Dit is dus eindelijk zijn ijsje. Afvast. Yeah! Ijsje van €6,50. Ik ga hem opeten ook, hè? Oké, Mimi's missie is geslaagd. Wil jij nog wat hebben over Sklaven voor vandaag? Ijs. Wil jij ook ijsje? Wil jij nog iets hebben over Sklaven voor vandaag? Gentlemen, okay, Missy. We regret to announce the Dubai Shopping Festival drone show and Eli. Presented by Emirates Petroleum. Heb het gevonden, Debbie? Ja. Oké, heb het gevonden, Eli? Ja. Is dit het? Oké, pak me allebei een bolletje. Wat ga je nemen, Debbie? Vanille. Oké, Eli weet niet wat hij moet nemen. Hij is even aan het proeven welke het lekkerste vindt. Als je nu van alles eentje eet, dan heb je een hele scoop gekregen. Of weet je al wat je wil hebben? Wat gaat het worden, Eli? Oreo, lekker hoor. Oké, we zijn weer terug aangekomen hier zo bij Esra, Mimi en Esra. Het was 50 voor beide, dus 25 per persoon. En dat maakt hoeveel euro? Hetzelfde, 6,50. Oh, hetzelfde? Oké. Hebben wij dan ook een tussenstand? Oké, ik vraag dus aan Esra een tussenstand en jij zegt opeens? Ik wist niet dat we deze video zouden maken. Oké. Maar we eigenlijk gewoon kijken als jullie een beetje vrij zouden laten... Wat jullie nou zouden uitgeven? Oké, Esra, zeg het eens. Oké, op de derde plaats is geëindigd de persoon die heeft uitgegeven €57,25. Nee. En dat is Eli. Je hebt de minste uitgegeven vandaag. De volgende die heeft uitgegeven €60. Dus die heb ik bij elkaar. En dat is Pius. Mimi? Huh? De vader Deborah hier heeft uitgegeven €64. Wat? Ik moet zeggen, uiteindelijk lag alles toch wel. Ja, ze liggen wel best wel bij elkaar. Geen uitschieters, 7,25. Oké, wacht, stop. Trouwens, elk bedrag moet nog €5 bij, want de steppen hebben we niet erbij gedaan. Uiteindelijk dezelfde eindscore. Ja, moet ik wel zeggen dat het best wel een bedragje is geworden. Normaal gesproken zouden we extra op de stage letten, zoals zijn cadeau. Die twee auto's, was best wel een bedrag, maar goed.
was ook echt belachelijk. Ja, dan zouden we zeggen van 2-2. Maar vandaag hebben we het even een beetje gelaten. Ja. Ik vind het wel grappig, maar uiteindelijk ging het toch een beetje hetzelfde uit. Aan dezelfde dingen. Dus in ieder geval. Wij gaan lekker het ijsje opeten. En bij deze ook de video afsluiten. Hopelijk hebben we het eens meegenoten. En dan zeggen we... Abonneer en tot de volgende keer. Doei!